Vanaf het begin van het christendom verspreidde zich de idee dat waarachtig christelijk leven niet met aardse genoegens kan samengaan. Iedereen was ervan overtuigd dat de woestijn de ideale plaats was om niet alleen de bekoringen, maar ook de lauwheid van de wereld te ontvluchten. Daarom leefde een monnik helemaal alleen. Maar zelden waren ze zo alleen als ze gewenst hadden, daar de faam van hun heiligheid vele leerlingen aantrok. Spoedig ontstonden er gemeenschappen van monniken die in kloosters bijeenleefden. Goedenavond en welkom bij Kruispunt. Welkom bij deze kloosterserie op reis. Want deze zomer gaat Kruispunt op bezoek bij buitenlandse kloosters die geleid worden door Nederlandse mannen en vrouwen. En ik kan u verzekeren, deze Nederlanders wonen op de mooiste plekken van Europa. Bovenop een heuvel, op een eiland of zoals vandaag aan de voet van het Zwitserse Juragebergte. We zijn hier bij het gehucht Areuze en daar leven al meer dan 50 jaar vrouwen volgens de regel van Terzé. Samen vormen ze het ecumenisch vrouwenklooster Grand Jean. En ze worden al meer dan 30 jaar geleid door de Nederlandse zuster Mienke de Vries. En zij is de komende dagen mijn gastvrouw. Catherine, c'est Marie-Elisabeth. Est-ce que tu sais où est sœur Mienke? Monsieur Fayenne et son équipe est là. Toen ik hier in Grand Jean kwam, 3 dagen toen had ik er al genoeg van. En toen zei onze stichteres, Noor Christus. Want ik was Nederlands, dus ik ken dan nog niet zo goed Frans. Alleen Christus. Zuster Mienke, wat fijn dat ik er kan zijn. Heel fijn, ja. Wat is dit nou anders dan een katholiek vrouwenklooster? Klooster, een monastieke communiteit, maar open. Dus modern. En daarom vind je hier geen muren. Dat kan ook niet, want hier in dit huis wonen nog 2 families... die vroeger eigenaars waren van het geheel. Van het hele complex. En wat wil je daarmee uitdrukken? Dat het de liefde van God niet alleen maar voor kan bedreven worden of kan ontvangen worden achter muren, maar ook overal en dat het om de wereld gaat, toch? Daarom zit u hier ook, omdat u zich, omdat u zeg maar zich betrokken voelt op die wereld. Ja, om eerst op God. Hè? Maar God voor de wereld. Waarom heeft u eigenlijk hier allebei deze blauwe kloosterkleding aan? Wat zegt dat blauw? Ja, heel eenvoudig. En heeft toch een blauw overhemd ook? Ja, ik heb hij wilde gepast zijn. Ik wil gepast. Hij wist... De zuster had het me al verteld. Ja, dus ik dacht, ik pas me aan. Ja, ja. Goed, maar eerst waren de zusters in de eerste waren in het civiel. En toen later zei ze, nou, we wilden eigenlijk wel iets stemmigs hebben. En ze voelden zich hoe langer hoe meer verwant met de kloosterzusters. En met de kleine zuster van Jezus. En toen hebben ze gezegd, de arbeidskleding is blauw. Dus dat nemen we. Ingeklemd tussen het meer van Neuchâtel en het Juragebergte in Zwitserland ligt het ecumenisch vrouwenklooster Grand Jean. Hier wonen 60 zusters van allerlei nationaliteiten, onder wie 7 Nederlanders. De 75-jarige Mienke de Vries uit Wassenaar is al ruim 30 jaar het gezicht van het klooster waar stilte en bidden voor de vrede in de wereld centraal staat. Het mooie is dat dit gehucht waar we zijn, waar we gekomen zijn, heet Grand Champ, groot veld. En dat is de plaats hier. En dat heeft met een veld te maken waar een graantje, het graantje van het geloof wordt gezaaid en dan vermenigvuldigd wordt. Maar het grote veld, dat is ook de grote akker, is ook de wereld. En het is voor ons steeds meer geworden. Grand Jean is de wereld, de hele wereld, waar hij zijn woord wil zaaien.
En ook door ons. Bloemen zijn belangrijk? Oh ja, de schepping is... En het was goed. De schepping was is dichtbij en het is goed. En het was goed. Het was goed. Nu is er nog heel veel goed, maar jammer genoeg maken we het allemaal kapot. Ja? En wij proberen dus echt om er een stukje schoonheid weer van te houden en het te helpen, de schepping. Dan hebben we ook een biologische tuin. Is het niet meer goed dan in de wereld? Tuurlijk niet. Dat is toch duidelijk. Dat weet iedereen zo langzamerhand. Wat is er niet goed aan? Waar maakt u zich druk om? Ik vind het jammer dat de mooie dingen die God heeft gegeven, de mensen ook, hè, de mens voor het eerst, dat die als een object worden beschouwd, hoe lang hoe meer. En de schepping ook, dat je eruit haalt wat je kunt halen. En zo langzamerhand. En helemaal niet meer er zin voor hebt dat het een geheel is. En dat als wij het kapot maken, wij zelf ook kapot gaan. Het is trouwens de gezondheid van iedereen ook. Staat ook op het spel. Dus als wij de schepping kapot maken? Dan maken we zelf onszelf ook kapot. Langzamerhand. Daarom zijn er ook zoveel zieken. Toch? Het Genesis-verhaal is zo prachtig, het scheppingsverhaal. Hij zegt tegen de mensmaker, ik ben begonnen, gaan jullie maar verder. Ja, dat is ook een bloemenzuster, Sœur Maria. Waarom is niet alles goed? Waarom is het egoïsme zo groot? En dat is de vraag. Ik ben hier gekomen met één grote vraag. Ja? Het goed en kwaad in de wereld. En het goed en kwaad in onszelf. Ja. Dat is natuurlijk allemaal begonnen met het goed en kwaad. Met het eten van de appel. Zoals de slang tegen Eva zei. Je wordt dan net als God. Hij begon trouwens te zeggen eerst, je mag dus niet van alle bomen eten. Toen zei ze nog, jawel, behalve niet van die. Toen zei hij, ja, maar dat komt dan, als je daarvan eet, dan word je net als God. Dan denk je dat alsof je alles... Ja, zulala, almacht. Wie de oorsprong is, maar wie zijn wij om dat te weten? Maar het antwoord weten we. God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn zoon heeft zijn eigenste eigen gestuurd heeft om zijn liefde te tonen aan de mensen en dat er iets nieuws kan gebeuren. En eigenlijk dat proberen wij hier te leven. Wat er nu weer gebeurt in de wereld van... Te denken dat je het kwaad kunt isoleren of zeggen, daar is het. Dat is zo erg, dat is het grootste kwaad wat er bestaat bij. En het is in de ander. Onze professie doen, dat duurt jaren. En dat is dan een rijpingsproces om te begrijpen hoe... Dat het niet aan de anderen ligt, maar dat je zelf werkelijk... Het is een grote een weg naar zelfkennis en het is daardoor dan ook een leven wat eenvoudiger wordt. En dit is dus alles. Kijk eens, daar is de zuster. Vooral de zuster die heel veel met de bloemen bezig is.
Huh? En hoe heet zij? Het is Sœur Maria. Sœur Maria. Nederlandse. Ze is Nederlandse. En ja, ze is bloemenzuster. Ja, en ze was gereformeerd, ja. Zoals ik. Ze is toujours. Ze is nog steeds gereformeerd. Ja, zeker. Maar nu zijn we protestant. Nee, we zijn protestant geworden. Samen. En u bent de bloemenzuster. Wat betekent dat? Dat betekent dat je bloemenboeketten maakt, dat je... Ja, we hebben in heel veel huizen. De bloemen zijn voor ons erg belangrijk, hè? Omdat er is eigenlijk... De stilte heeft een grote plaats bij ons. En omdat je dan toch eigenlijk weinig of minder met de mensen praat... proberen we dat de bloemen een spraak, hoe zeg je dat in het Nederlands? Een bloementaal, zal Guido Gezelle zeggen. De taal van de bloemen komt over. En wat is de taal van de bloemen? Je bent welkom. Je kunt zijn zoals je bent. En je bent mooi. En telkens waren er die hun bezittingen en haven verkochten en ze uitdeelden aan allen die er behoefte aan hadden. Ik heb altijd erg van Nijhof gehouden. Toen ik ziek werd, ja, waar ging dat heen? En dan telkens was er in mij het gedicht van Nijhof in het Frans. Tout ce qui passe fait partie du pèlerinage vers l'ultime passage sans chemin de retour. Meter en het is dus, als het al helemaal vol lente is beneden, begint het hier pas. En in de winter is er veel sneeuw. Het is dus soms wel erg sportief. Maar het belangrijke van is dat het hier zo'n grote stilte is. En het helemaal alleen zijn. Alleen met de eeuwige, de enige... En dat voel ik. En dan hoef ik maar naar die bloemetjes te kijken. Dat is... Ik ben eens een keer... in de Hoge Bergen kwam ik na een tijd, een moeilijke tijd. Want ik had in de fabriek gewerkt. We hadden een fraterniteit bij Parijs. En daar werkte ik in de fabriek. En na 16 maanden was ik toen echt wel aan mijn end. Ook vanwege het onrecht wat je dan ontdekt enzovoort. En ik was echt heel down. En toen was God niet zo dichtbij. Ik wist het niet meer zo goed. En ik herinner me dat ik naar boven ben geklommen. Want lopen, dat doet altijd heel goed. En opeens vond ik ranonkels, kleine bloemetjes. Er is helemaal niks. Water, rotsen en bloemetjes... Helemaal open. En dat gaf me toen weer God terug. Heel merkwaardig.
God spreekt in de stilte. En wij proberen ook... De stilte van de nacht is zo belangrijk voor ons. En 's morgens vroeg ook. En het helpt om zelf stil te worden. Zuster, waar zijn we hier? We zijn hier in een heilige plaats van de communiteit. Ja. Waar we eens in de maand naartoe kunnen gaan. De zusters die dat willen. Om helemaal alleen te zijn met de Heer. En tot onszelf te komen. Dat is zo belangrijk. In ons leven wat erg beschikbaar is voor anderen. Ja. Het is een heilige plaats, een soort kluizenaarswoning. Ja, ja. Waar ik niet naar binnen mag. Nee, en anderen ook niet. Eigenlijk zijn we daar alleen maar alleen. Maar wat zegt u nou tegen mensen die niet in een berghut zitten en die toch af en toe stil willen worden? Wat zeg ik tegen mij als ik het verschrikkelijk druk heb? Ja, wat zegt u tegen jezelf? En als van alles gebeurt in die communiteit wat ik eigenlijk anders zou willen enzovoort, wat zeg ik dan? Dan probeer ik me terug te trekken. Ook wanneer ik helemaal midden in het gewoel ben. Soms helpt het ook om naar mijn kamer terug te gaan of naar de kapel. Of als ik maar enigszins kan, even naar het meer te lopen. En te laten vallen om wat nog wezenlijker is, tot me terug laten komen. En te weten dat tenslotte is allemaal zo relatief. Wat voor mij de meest ontzettende en extreme ervaring is geweest, is... De reis naar Auschwitz. En daar wat een mens aan kan doen. Dat is de kroon van de schepping is de mens. En het was heel goed. En dat hij tot een onmens kan worden. Want dat was de onmenselijkheid die op fabrieksmatig is gebeurd om een volk helemaal... Genocide komt heel veel voor en steeds meer zou je denken, maar daar uitgedacht, hoe kunnen we dat het vlugste en het efficiëntste, en dat is het summum van de onmenselijkheid. En ik zie het ook wel in mezelf. Wat zie je in jezelf? Goed, als er iemand is die me alsmaar nare dingen doet. Soms komt dat onder zusters ook door, maar dat voor... Nou, mijn eerste gedachte is, was er dan maar niet. Nou, de exclusieve, de wegduwen, dat is zo menselijk. Dat is zo'n eerste reactie. En als je dat voedt natuurlijk en als je daar een ideologie van maakt... Toen later in de bergen, die bloemetjes die me ineens, die daar maar zo staan te bloeien. En kijk naar de lelies, naar de madeliefjes. En zou de hemelse vader niet voor jou zorgen? En dan komt het weer terug. En je wordt een beetje kinderlijk. En dat is heel vreemd, want je moet er zo ernstig zijn en volwassen. Maar we moeten ergens weer het kinderlijke geloven. Dat moeten we niet. Maar als we dat terugvinden, dan is dat... Het zingen, die liederen zijn zo goed. Daar vatten we het op. Omdat mijn moeder zoveel zong. En die heeft dan gezongen toen ze mij verwachtte. En dat is gewoon gebleven. Dan kom je ook uit jezelf. Het is net als een bloem ineens open gaat. Dat is zingen.
Je crois les Hollandaises, en tout cas, elles donnent leur couleur à la communauté comme les autres aussi. De Sermink, la spécialité, elle est assez spontanée, je crois. Qu'est-ce qui est spécial de Sermink? Dis, Françoise, sa spécialité. On peut aussi compter sur elle, elle ne va pas ficher le camp ou se retirer quand c'est important d'être là. Disons, elle est aussi pas pour trop de précision, mais qu'on aille un peu généreusement en faisant les choses pour avancer. Ça aussi, c'est typique. Waar gaan we naartoe? We gaan naar het meer. Waarom gaan we naar het meer? Omdat het meer, dat is echt een plek waar je meer de wijten kunt zien. En ik ga heel dikwijls morgens te voet naar het meer. Ja? En dan even, dan zie ik de zon opgaan. Als het, of ik zie de eenden op het water, of ik zie de eventjes eruit. Dus. En als u op de fiets gaat, voelt u zich dan een beetje Nederlands, hè? Nou, een beetje meer. Beetje meer? Ja, een beetje meer. Ik ben zo Hollands, dat is nou eenmaal zo. Ja, maar wat is Hollands aan u? De wijten? De wijten, het spontane, het... wat moet ik zeggen? Het nuchter ook? Ook wel, zeker. Zeker. Dat wil niet zeggen dat ik niet emotioneel ben. Nee. Maar nuchter ook. Ook wat zakelijk. Soms. En het moet een beetje praktisch vlug gebeuren. Ja. En dan met onze grote verscheidenheid is het wel een beetje moeilijk, want ja. Anderen kunnen niet zo vlug. Nee. Dus je houdt van snelheid, tempo. Dat zit in me. Ja, zeker temperament. Dat zit in me. Dat zit in me. Maar wat mist u hier nou waarvan u zegt? De zee. De zee? Oh, natuurlijk. En de duinen. Ik kom uit Wassenaar, ben ik geboren en getogen. Dus altijd naar de duinen en dan naar zee. Prachtig, hè? Is dat niet mooi? Dat is ongelooflijk, ja. Dan kunnen we hier wel gaan zitten. Dus... Gaat het, zuster? Ja, hoor. Soms is het ook helemaal vlak, hè? Als er geen wind is. Maar eigenlijk stroomt dit water naar de Rijn toe. En dan komt het in de Wassenaarse duinen. Dan bent u toch weer een beetje thuis. En dat vind ik leuk. Als ik in het water spuug iets, dan denk ik, dan komt het in de Wassenaarse duinen. Als ik lange tijd niet in Nederland ben geweest, dan zeg ik, het is net als de zee. Dan is maar het meer... Als ik dan net weer terugkom, dan zeg ik, het is een plas gewoon. Dit zijn de duinen van Texel. En die heeft een van onze zusters, die daar was met vakantie, heeft die geschilderd. En daar kijk ik zo nu en dan naar. Ik zoek nog een foto, een goede foto van de zee. Die zou ik willen hebben. Van het licht op het water. En de eindeloze wijdte. Nou, het is erg fijn als Nederlandse gasten Nederlandse kaas meenemen. Of stroopwafels of krentenbollen. dat wel, maar het is nou niet dat ik er wakker om lig. Ik heb geen kaas bij me, maar ik heb wel hagelslag bij me. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zoiets. Vind je zoiets dat lekker? Geweldig. En ook om het in mijn handje te doen en dan... Drop. Nou zeg, de andere zusters die komen dan vlug. Hebben ze hier speculaas? Wat fijn. Ik had tulpen verwacht, maar geen anemonen. Het lijkt wel Sinterklaas. Sinterklaas, dat is misschien ook iets wat ons mist. Ah, daar heb je toch de tulpen. Is dit u thuis? Ja. Het Grandchamp is mijn thuis en het was geweldig toen moeder... Toen mijn ouders zeiden op een gegeven moment, wanneer ga je weer naar huis? Dat was bijzonder. Want het is echt mijn huis geworden. En hoe?
Was het belangrijk dat uw ouders erkenden, zagen, herkenden dat dit uw thuis was? Natuurlijk. Want in het begin vond het moeilijk, hoor. Want beide broers al weg in Canada. En ik ook nog naar Zwitserland. Dus wel, was wel wat dichterbij, maar toch. En geen kleinkinderen. Enzovoort. En wat doet ze dan met haar studie? Enzovoort, enzovoort. Waren uw ouders belangrijk voor u? Tuurlijk. Hoewel het niet altijd makkelijk was. Helemaal niet in mijn jeugd. Maar ze zijn toch altijd heel erg belangrijk. Ze hadden het ook moeilijk met elkaar, want het waren twee extremen. Maar het bijzondere was dat ze telkens weer elkaar vonden. En ik denk dat heeft me ook erg gemarkeerd, bestemd. Het zoeken naar verzoening. Dat het weer goed wordt. En dat is een van de belangrijke punten van onze roeping. En dat heeft u van erbij gezien? Ja. Bij hen die... En zoveel keren heb ik het bij me van nabij gezien. Later, met anderen. En zoals wat ik van de Auschwitz vertelde. Joden en Arabieren. En ik geloof dat we er daarvoor zijn ook. En dat de kerk daarvoor is. Om dat te bewerkstelligen. Dus het is zo jammer dat door alles, alle leerstellingen enzovoort, dat die belangrijker lijken of geworden zijn. En dat het grote belemmeringen worden. Het allerbelangrijkste is toch dat we elkaar vinden en dat we samen ons geloof kunnen beleiden voor die wereld die daar hoe lang hoe minder van begrijpt. En die het toch zo nodig heeft dat er bronnen van liefde zijn. Zaadjes van liefde die uitgestrooid worden. Dit is een fontein die van een bron komt die in de Jura een beetje verderop zit. Hij smaakt, het is heel fris, het is heel nieuw ook. Dus we zijn altijd open naar morgen. En dat is heel belangrijk. We zijn niet vastgenageld aan wat moest vroeger. Ik mag er alles uithalen behalve de klokjes sla. Maar we hebben hier ook veel klaprozen. Daar staan ze. Ja, ja. We hebben ze ook vanmiddag al eens gezien. Ja. En dat is ook onkruid. Het is onkruid, maar en het is niet onkruid. Ja, waar het duidelijk is, dat is juist prachtig daar en op de randen. En daar halen we onze boeketten van. Ik vind het wel een mooi beeld voor dat onkruid. Want in een communiteit en in de samenleving, jaloezie en rivaliteit en vergelijking, dat is natuurlijk, dat komt heel voor. Heel veel voor. Dit is een vrouwenklooster, een ecumenisch klooster. Is dat niet af en toe buitengewoon moeilijk? Oh, verschrikkelijk. Want er komt ook, dan woekert het ook af en toe. Ja, nou, of ik doe een grapje en dat vindt de ander dan verschrikkelijk, want die begrijpt helemaal niet dat het een grapje is. Want die heeft een andere wijze van begrijpen enzovoort. En vooral, waar we het erg moeilijk mee hebben gehad, en nog wel, is in het begin toen ik hier ineens Duitse zusters ontmoette. En de oorlog had me echt wel heel erg. Ik was 10 jaar toen de oorlog uitbrak. Dus ik heb, wat doe je dan? Zoals heel veel Nederlanders, hè? Heel Duitsland, alle Duitsers. Vreselijk en haat en zo alles. Daar kwam al. En dan ineens wordt het je zuster. Maar hoe moet je daarmee omgaan? Hoe heeft je dat gedaan? Hoe heb je dat gedaan? Goed, het is altijd weer de vergeving en het ontdekken van die ander. Wat die heeft geleden.
Daar heb ik in Jeruzalem. Het was in 1963, toen was ik daar. En daar ontmoette ik een Duitse zendeling uit Egypte. Die vertelde hoe ze de bombardement in Berlijn had beleefd. En toen heb ik me doodsgeschaamd. Want voor ik, wat, als die, bommen bij, die bommenwerpers overgingen, dan juichten we gewoon. Hè? De bevrijding komt dichterbij. En wat er dan met die anderen gebeurde, dat was goed. Dat hebben ze best verdiend. Oh, dat is onkruid, zou je kunnen zeggen, om in dat beeld te blijven. En omdat ze, om van die haat af te komen langzamerhand. En dat is een van de grote uitdagingen van de communiteit. Zuster Minke, ik ben hier gekomen met een vraag aan u. Hoe zit het met het kwaad in de wereld, maar ook met het kwaad in u en in mij? Wat is de boodschap die u mij wilt meegeven? Ik heb een kaart meegenomen. Zou u die boodschap op willen schrijven? Een kaart, als een kaart van deze plek. Mm-hmm. Zou u het op de achterkant willen schrijven? Dat doe ik. Nou, dan is dit het eind, hè? Zuster, bedankt hè, voor alles. Ja, het was fijn. Okay. Het dag. Beste. Dag. Dag, zuster. Dag, hoor. Dag. Hey, dag, Leo. Dag, hoor. Dag, zuster. Het beste. Ik verlaat het ecumenisch vrouwenklooster Grand Jean. Ik verlaat Areuze in Zwitserland. Na een ontmoeting met een bijzondere godzoeker, zuster Minke de Vries. En zij gaf ons deze boodschap mee. En alle vrees en ontzetting voor de leegte mogen langzamerhand verdwijnen. Als je je overgeeft aan de liefde van God. En die wil doen en delen in het dagelijks leven. Zuster Minke, dit was Kruispunt. Nog een hele goede avond. C'est fini. Fini, fini. Adieu. Volgende week Bruno Gooskens, abt van het trappistenklooster Mariawald in de Duitse Eifel. Ik heb eigenlijk nooit 24 uur zonder dat er een stuk stilte is. En als er dat niet zou zijn, ik geloof dat ik dat wel echt zou missen. Ja. Ik denk dat in de eenzaamheid je op een dieper niveau komt. Meer informatie over deze kloosterserie van Kruispunt vindt u op www.katholieknederland.nl. Zuster, waar zijn we hier? We zijn hier in een heilige plaats van de communiteit. Ja. Waar we eens in de maand naartoe kunnen gaan. De zusters die dat willen. Om helemaal alleen te zijn met de Heer. En tot onszelf te komen. Dat is zo belangrijk. In ons leven wat erg beschikbaar is voor anderen. Ja. Het is een heilige plaats, een soort kluizenaarswoning, ja, ja, waar ik niet naar binnen mag. Nee, en anderen ook niet. Eigenlijk zijn we daar alleen maar alleen. Dus, en we doen ook altijd onze schoenen uit. Van die handelingen die zeggen dan echt wel, zeggen zo is die plaats. En daar proberen we ons dan aan te houden. En dit is hoog in de berg? Ja, op 1100 meter. Ja. 1100 meter en het is dus als het al helemaal vol lente is beneden, begint het hier pas. En in de winter is er veel sneeuw. Het is dus soms wel erg sportief. Ja. Maar het belang ervan is dat het hier zo'n grote stilte is. En het helemaal alleen zijn. U zei dat u hier alleen bent. Ja. Maar eigenlijk bent u juist niet alleen. Nee. Maar alleen met de eeuwige, de enige. En waarom ik ook in Grand Champ ben gekomen.
En alleen met het woord van God ook. Dus het evangelie is altijd ontzettend belangrijk. Dat, want dat verbindt ons ook met de andere zusters. Die hetzelfde evangelie lezen. Op andere plekken in de wereld? Op andere plekken en in Grandchamp. Ja. Dat is... want goed, het is heel goed om tot jezelf te komen en het weer tot het essentiële. En toch altijd in verbondenheid met de anderen. Maar als u hier alleen met de eeuwige bent, hoe ervaart u de eeuwige dan? Als een aanwezige of als een afwezige? Alle beide tegelijk, want ik zie hem niet, maar hij is zo, hij is om mij, in mij, maar hij wordt heel dichtbij in Christus. Dat is wat ik door Christus, door Jezus begrepen heb en ontdekt heb van wat God is, dat is ongelooflijk. En niet die God die torent, maar die God die alles over heeft voor de mensen. Dat voelt u ook hier zo? Dat voel ik. En dan hoef ik maar naar die bloemetjes te kijken. Dat is... Ik ben eens een keer... In de Hoge Bergen kwam ik na een tijd, een moeilijke tijd, want ik was... ik had in de fabriek gewerkt. We hadden een fraterniteit in Saint-Ouen, bij Parijs. En daar werkte ik in de fabriek. En na 16 maanden was ik toen echt wel aan mijn end. Ook vanwege het onrecht wat je dan ontdekt enzovoort. En ik was echt heel down. En toen was God niet zo ver, niet zo dichtbij. Ik wist het niet meer zo goed. En ik herinner me dat ik naar boven ben geklommen, want lopen, dat doet altijd heel goed. En daar zag ik, het was helemaal kaal werd het dan boven de boomgrens enzovoort. En opeens vond ik ranonkels, kleine bloemetjes, er is helemaal niks, water, rotsen. En bloemetjes helemaal open. En dat gaf me toen weer God terug. Heel merkwaardig. Want hij is zo eindeloos barmhartig ook. Ja. Natuurlijk, ik kom altijd ook weer op het kruis terug. Daarom... Neem ik altijd een icoon mee van de kruisiging die mij heel dierbaar is. Maar in het licht van de opstanding. Die dood en leven. Hij is door de dood, door de allerdiepste ellende en agressiviteit heen gegaan. Maar heeft het leven weer gekregen en is als het ware heeft de weg geopend voor ons. En nu al. Nu al, en dat ervaart u als u kijkt naar de bloemen. Onder andere. Die bloemen helpen, die geven het kader aan. Het is niet dat een bloem, nou een... Ja, dat kan, die bloemen daar in de woestijnen van die hoge bergen, ja. Maar het is niet dat een bloem op zich... Die hoort erbij gewoon. En die hoort er ook bij om mijn eigen dankbaarheid uit te drukken. Waarom is die stilte hier hoog, 1100 meter? Ja. En soms nog hoger voor u? Nou, op 2000 dus in het Engadin. In het Hoge Bergte. Waarom is die stilte zo belangrijk? God spreekt in de stilte. En wij proberen ook... De stilte van de nacht is zo belangrijk voor ons. En 's morgens vroeg ook. En het helpt om zelf stil te worden. Ja, want we zijn dikwijls zoveel, niet alleen de stemmen die rondom zijn en het geluid, de vliegtuigen in Grandchamp, maar ook wat er alles aan gedachten is en aan moeilijkheden en zo. En dus die stilte helpt het dan ook en de nabijheid, dichtbij weten van Christus, dat we dat allemaal kunnen
laten, aan hem kunnen geven, laten vaarden. En dat is een soort een je legen van dat allemaal. Ja. Om dan ruimte te krijgen voor. Maar wat zeg je nou tegen mensen die niet in een berghut zitten en die toch af en toe stil willen worden? Wat zeg ik tegen mij als ik het verschrikkelijk druk heb? Ja, wat zeg je tegen jezelf? En als van alles gebeurt in die communiteit wat ik eigenlijk anders zou willen enzovoort, wat zeg ik dan? Dan probeer ik me terug te trekken. Ook wanneer ik helemaal midden in het gewoel ben. Soms helpt het ook om naar mijn kamer terug te gaan of naar de kapel. Of als ik maar enigszins kan, even naar het meer te lopen. En te laten vallen om wat nog wezenlijker is, tot me terug laten komen. En te weten dat tenslotte is allemaal zo relatief. Het gedoe onderling. Ja, de drukte. De drukte en wat we allemaal moeten doen. We kunnen, als we even afstand nemen, dan zien we ook beter. En daar kan God ook makkelijker bij komen. Ja, en de Heilige Geest. Dus we gaan nou naar Pinksteren toe. Nou, we zijn in Pinksteren geweest. We gaan naar de drie-eenheid zondag toe. En deze week is vol van woorden over de Heilige Geest. En daar, die is ook ontzettend belangrijk voor ons leven. Wat ik niet begrijp is, ik zie hier alleen maar schoonheid. En u zegt, dit is een woestijndag. En ik zie de woestijn als een beproeving, terwijl ik de schoonheid om me heen zie. Maar de woestijn kan een besproeging zijn, maar is ook heel erg mooi. Heel erg mooi. Ik ben in Israël in de woestijn geweest, in Algerije en in de Sinaï geweest. Dus ongelooflijk, ja, die is vol van alles wat daar gebeurd is. En in Algerije, dat was 2,5 jaar geleden, in de Assekrim waar Charles de Foucault was. 5 dagen helemaal stil. Het had geregend, dus waren kleine bloemetjes, dat was nog wel. Maar daar krijg je zo een besef van de eindeloze wijdheid. En God is daar, en je ziet Abraham trekken door die woestijn en het volk. Krijg je dat hier ook, die eindeloze wijdheid? Als ik naar boven loop, naar de boven op de Jura, dat is dan 200 meter hoger. En dan ook weer zie ik de wijdte. Maar als Nederlander en die van bij de zee woonde in Wassenaar, die zee heeft me altijd aangetrokken. En dat heeft iets met de woestijn te maken toch wel. En het meer dan is wel erg klein, maar toch. Het God die eindeloos is en veel groter dan we kunnen beseffen en heel dichtbij gekomen is. Doet de woestijn je beseffen dat je zelf eigenlijk een klein mensje bent? Oh ja. En het confronteert je met de eindeloosheid? Ja, en je kunt verloren zijn daar. Echt wel. Maar dan komt die nabijheid van Christus. Wanneer was u het meest verloren in uw leven? Ik denk toen ik erg eenzaam was in mijn jeugd. Want het was niet altijd zo makkelijk thuis. Dus daar was ik echt. Maar op een gegeven moment, toen ik als student heb ik ineens. Wat was het? Een begrip gekregen of een hoe zeg je dat? Inzicht. Inzicht in de eindeloze liefde van God. En de volgende keer zeiden mijn vrienden, wat is er? Ben je verloofd? Want ik ben erg, ik moet mijn gevoelens laten. Eerst was ik erg verlegen, maar toen ineens was ik heel anders. Dat is gebleven een beetje, maar en dat moest dan telkens weer wat beproefd worden natuurlijk voor allerlei dingen. Maar
dat besef van die van werkelijk. God is zo oneindig barmhartig. En hij is degene die het, of zij, het meeste lijdt onder wat we ervan gemaakt hebben. Ja? En wat we elkaar aandoen. Ja? Dan zijn we terug bij het kwaad. Ja. Daar lijdt God onder. En hoe? En hoe was hij toen zijn zoon zijn lijden doorging en tot en dood ging? Het was wel het summum van de... Van de barmhartigheid. Ja, van het lijden van God ook. En van zijn armoede, het enige wat hij eraan heeft kunnen doen, is er helemaal ingaan in Jezus. Om het van binnenuit een weg te openen. En om daarin steeds meer, in alles wat er aan de wereld gebeurt, in de wereld gebeurt, om dan werkelijk in dat geheimenis om meer in te komen, is belangrijk. Dat is, we kunnen niet zonder. Nee. Waar let u het meest aan, als het om het kwaad gaat? Ik ben vorig jaar in Auschwitz geweest met Shufani, de pastoor van Nazareth, met half Joden, half Mohammedanen en Arabieren christen. 250 uit Israël en 200 uit, ook 250 uit Frankrijk. En daar wat een mens aan kan doen. Dat is de kroon van de schepping is de mens. En het was heel goed. En dat hij tot een onmens kan worden. Want dat was de onmenselijkheid die op fabrieksmatig is gebeurd om een volk helemaal. Genocide komt heel veel voor en steeds meer zou je denken, maar daar uitgedacht, hoe kunnen we dat het vlugste en het efficiëntste, dat is het summum van de onmenselijkheid. Ja.